was een vader en hij had 2 zoons. De jongste zoon die wilde op avontuur, op weg naar meer. Hij vroeg zijn vader zijn deel van de erfenis en hij ging daarmee op reis. Naar een heel ver land. Een heel ver land. Hij genoot van alle facetten van het leven. En hij was gul, heel gul, naar zichzelf en naar zijn vrienden. Met zijn vrienden maakt hij de meest luxueuze bootreisjes. Ja! Maar zijn geld raakte op en hij moest gaan werken. Dat had hij nog nooit gedaan. Een beetje eten te komen, moest hij zelfs de varkens voeren. Zelfs de knechten van mijn vader hebben het beter. Wil ik nacht zijn? Met een mislukt avontuur rijker ging hij op weg naar huis. De jongste zoon werd met open armen door de vader ontvangen. Oh, ik heb je zo gemist. En er kwam een feest. Een heel groot feest. Lekker. Mijn zoon is terug. We vieren feest. Waar is iedereen? Kom. Kom maar. Er waren maar 50 kinderen beloofd. Kom maar. Er is nog ruimte zat, jongens. Kom maar. Juist. Gezellig. Hey. Wie van jullie was er allemaal mee met het kampeerweekend? En in de kerk, wie was er allemaal mee met het kampeerweekend? Moet je eens opletten, want we gaan even kijken of de ouders een beetje kunnen opletten. Nienke, let je ook op? De vloer is lava! 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oei! Er zijn heel veel mensen af, maar goed, dat maakt ook niet uit. Kijk. Je zou vandaag maar mee zijn met de kerkproeverij, hè? Leuk is het hier, hè? Hey, jongens, kom. Ik weet niet of dat zo gewaardeerd wordt. Kom maar, we gaan even terug. We stonden al hoger, hè? Oh, gelukkig is er niks kapot gegaan, zeg. Heb ik weer. Oh. Hey, we hebben zo net filmpjes gekeken. En waar ging dat eigenlijk over? Wie kan dat zeggen? Wie durft het te zeggen waar het over ging? Weet een van jullie het waar het over ging? Vertel maar. Hallo? Waar ging het over? Ja, over de verloren zoon. En dat is een verhaal uit de Bijbel. En dan zat ik te denken, hè. Die zoon die wegging, hè.
die was helemaal niet verloren. Hij was alleen een beetje de weg kwijt. Hij was een beetje verdwaald. En wat doe je als je verdwaald bent? De weg weer terugzoeken. Juist, juist, juist. Nu had ik hier, even kijken, ik had hier twee zakken. Twee van die tassen, hebben jullie die gezien? Maar nee hè, is me de vorige keer ook gebeurd. Het opruimmonster is weer langs geweest. En waar legt het opruimmonster mijn spullen als ik ze laat slingeren? Ga maar kijken. Ga maar kijken. Dan zit het vast daarin. En wat zit erin? Hé? Oh. Oh, avontuur. Kijk eens. Wie kan lezen? Wat staat daar? In het middenvak. Oh, kom jongens, leuk, avontuur. Kom, 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 kom. Kom, ga met me mee. Kom. Vak 1. En wie kan er goed tellen? Oké, dan gaan we de rijen tellen, want we moeten bij rij 5 zijn. Als je op rij 5 zit, succes. 1, 2, 3, 4, 5. Ah. Aha. En dan stoel 8. Even allemaal ruimte maken. We gaan even tellen. Stoel 8. En dan even kijken of er wat onder de stoel zit. Ja, kijk, kijk, kijk maar. Oké. Okay. Nou, kom maar mee. Nee, neem maar mee. Afblijven. Afblijven. Ja, ja, maar dat mag nu. Oké. Okay. En dan hebben we nog een tweede schat. Even kijken. Wie denkt dat hij veilig zit in de kerk? Daar? Jammer. Even kijken. Vak rechts. Wie weet waar rechts is? Ik ben er nooit zo goed in. Ja, ja, waar zou dat dan zijn? Zou dat dan daar zijn? Of daar? Daar. Oké, dan gaan we daar naartoe. Kom, kom, kom. Kom, kom, kom. Gaan we even door de gang? Ja, kom maar mee. Kom maar mee. Hallo. Oké. Ja, even doorlopen, jongens. Ik zie daar een moeder met een kind. Oh ja, helemaal goed. Oké. Even kijken. Rij 9. Moeten we daar beginnen, kennelijk. Het grappige is, ik heb die speur toch zelf niet uitgezet. Dus geen idee waar ik uitkom. 9, jongens. Oké, dan gaan we... Dit is 1... 2. Ja, waar is 9 dan? Is dat daar? Bij die vrouw die zo leuk lacht. En dan gaan we daar maar eens even naartoe. Kom, kom, kom. Oh, leuk hè, jongens. Oké. Rij 9. Oh. Wie even onder de stoelen kijken dan, hè? Ja, ik vrees dat het bij jou is, Marloes. Of niet? Oh, nee. Oh. Hey. Kom, dan gaan we weer allemaal weer naar voren. Oh, wat leuk. Wat gezellig. Ga eens even kijken. Kom maar, ja. Wat zou er nou in zitten? En jij mag er eentje pakken? Eentje, nee. Ik schrijf wel eentje, ja. En weten jullie wat dat is? Een kompas, ja. En dat wilde ik jullie laten zien. En strakjes, ik heb goed nieuws. Ga allemaal even zitten. Even weer lekker op de billetjes. Wat zit er dan in die andere?
En er zitten ook allemaal kompassen in. En straks krijgen alle kinderen krijgen zo'n kompas. En die kan je dan bijvoorbeeld aan je jas doen, of aan je etui, of aan je tas. En wie weet wat je met een kompas kunt. Wat kun je met een kompas? Juist, daar kun je de weg mee vinden. En elke keer als je naar dit kompasje kijkt, dan moet je terugdenken aan dit verhaal. En dan moet je denken, ik ben niet verloren, ik ben hooguit een beetje verdwaald. En als ik maar dit kompas gebruik, het juiste kompas gebruik, dan kom ik altijd weer terug. En weet je wat nou het mooie is? Wat gebeurde er toen de zoon weer terugkwam? Toen was het een groot feest. Een groot feest, ja. En zo hebben we gisteren ook een groot feest gehad. Wie was er allemaal bij de barbecue? Yeah. En dat was hartstikke gezellig. Ja. Dus als je weer terugkomt, is het weer een groot feest. En weten jullie ook, want dit verhaal is verteld door Jezus, hè? Weten jullie ook? Nee, we gaan eventjes, laten we even de kompassen nog in de tas. Straks bij de uitgang krijgen jullie er allemaal eentje, oké? Okay? Afgesproken? Ja, ik moet hem ook weer terugleggen, want ik ben ook sowieso geen kind. Oké. Okay. Hey, maar weten jullie ook waarom? Weten jullie ook waarom Jezus dit verhaal heeft verteld? Nou, eigenlijk gaat het verhaal... Het verhaal gaat eigenlijk een beetje over jou en mij. Want soms zijn we wel eens een beetje verdwaald. En Jezus wil aan ons laten weten dat we altijd weer terug mogen komen. Hij wil ons laten weten dat wat je ook gedaan hebt, dat er een hemelse Vader is. En die staat met open armen, staat hij op jou te wachten. Het boeit namelijk niet wat je hebt gedaan. Het is pas boeiend waar je naartoe gaat. Ga je dat goed onthouden? Hey, ik vind dat jullie heel goed hebben opgelet. High five. High five. High five. High five. Ik zoek één sterke meid, een grote meid en een grote jongen. Die straks willen meehelpen met het uitdelen van de kompasjes. Oké, even kijken. We gaan eerst even bij een meisje. Een sterke meid. Even kijken. Ah, hier. Die ken ik toevallig. Deze rugtas moet je even bij je houden. En dan vlak voor de dienst, voor het einde van de dienst, ga je even naar die uitgang. En dan ga jij ze uitdelen samen met iemand anders, oké? Okay? En dan mag jij dit op je rug. Afblijven. Oké. En een sterke jongen. Oké, jij. Jij houdt deze nog even bij je. En vlak voor de dienst, voor het einde van de dienst, ga je naar die andere deur. Oké? High five allemaal. Ik ga er vandoor. En jullie gaan dansen. Want we gaan een paar heel cool dansje doen. En dan moeten jullie even, niet op het podium, maar even voor. Nummer 1. Nummer 1, yeah.